Nu veel ondernemingen cloud-applicaties ontdekt hebben, investeren ze niet langer in on-site hardware. Dit gebeurde ook bij Carpal, een kleine KMO met als core business de aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehands paletten. We hadden in feite een systeem nodig waarbij wij online, van 's morgens tot 's avonds, de agenda konden veranderen, dat ons personeel dat kon zien, dat wij binnen de 2 uur konden leveren bij klanten en daarom was ons systeem ook verouderd. We hebben dan iemand gezocht, een centrale partner die een totaaloplossing kon bieden voor IT, voor telefoon, agendabestanden en zo verder. Een bedrijf kan niet anders dan digitaal transformeren naar de toekomst. Carpal zocht een partner voor zowel hun telefonie als hun IT. We hebben Hans hun ICT-omgeving in kaart gebracht en we zagen dat het veel efficiënter was voor hen om digitaal in de cloud te gaan. We hebben gekozen om met de cloud te werken ook via Office 365, via SharePoint. We blijven altijd van ons op de hoogte. Mails worden gedeeld, contacten worden gedeeld. De planning vooral, wat het belangrijkste is. Ook voorraadbeheer, dat was een grote verbetering. Een belangrijk aspect van de transformatie was het vernieuwen van de telefooncentrale om de mobiliteit van zowel management als personeel te verbeteren. Onze oude telefooncentrale voldeed eigenlijk niet meer aan onze eisen. Wat wij wilden doen met de telefooncentrale was iedereen in het bedrijf gemakkelijk bereiken, rechtstreeks. We hebben die smartphone laten integreren in onze centrale, in Forum 700. Iedereen die een oproep doet, kan ik zien op mijn smartphone, kan ik zelf aannemen, kan ik doorverwijzen, kan ik mee poorten open doen, kan ik agendas controleren, kan ik zien wat er in de loop van de dag van werk reeds gedaan is. Carpal had een aantal problemen. Eén daarvan was de logistieke planning. Dit hebben we kunnen oplossen door tablets te integreren die ervoor zorgen dat hij perfect weet wanneer de vracht wordt afgeleverd. Het zal zeer gemakkelijk zijn als onze chauffeurs geen bestelbons meer moeten schrijven. Zij hebben in feite geen zorgen meer administratief. Zij klikken gewoon hun werk aan wat ze moeten doen. Bij levering bij de klant het juiste aantal invullen. De klant tekent en alles is gedaan voor hen. De toekomst is cloud. Het is een veilig systeem. Men hoeft geen handmatige backups meer te nemen. Het kan ook geen risico zijn op een crash. De klant kan met een gerust geweten verder doen met zijn core business. De meeste clouddiensten worden aan een vast maandelijks bedrag per gebruiker per maand aangerekend, zodat de bedrijfsleider perfect weet wat de kost is voor hun IT. De belangrijkste voordelen zijn in eerste instantie kosten besparen, meer efficiëntie, minder fouten maken en meer openheid naar het personeel, meer communicatie onder elkaar. We geloven in digitalisering en onze partner Van den Abele begeleidt ons daarbij om naar de toekomst toe de juiste keuzes te kunnen maken.